hier word ik dus gerust. Ik word gerust in deze kaart. Boom, dat is kill nummer 1. Dan deze kaart begint volop op mij te schieten. Maar ik schakel hem ook uit. Yo mensen, tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij, Joey, a.k.a. Killa J. En vandaag zijn we een keertje op CSGO. Niet met een live commentary, maar met een post commentary. Dat betekent dus dat ik dit inspreek nadat de video al daadwerkelijk is opgenomen. En we spelen vandaag CSGO. Het was best wel een goed potje. Het begon een beetje slecht. De eerste drie rondes gingen niet echt optimaal. We hebben de eerste drie rondes in dit potje ook verloren. Dus die spoel ik zo meteen ook even door. Maar daarna ging het best wel lekker. Ik heb op een gegeven moment opgekregen en ik begon de game best wel te carryen. Ik heb ook met een lekkere score geëindigd, maar daarvoor moet je natuurlijk de video even kijken als je dat wil zien. En ja, ik hoop dat jullie hier zin in hebben. Eerste CSGO video op mijn kanaal. Ik heb er in ieder geval wel heel veel zin in, dus check hem. Ik zal zo meteen weer terugkomen bij jullie om verder over de game te gaan praten. Vergeet deze video natuurlijk niet even te liken als je hem leuk vond, even te abonneren op mijn kanaal. En ja, in de toekomst check de playlist als je deze video later kijkt dan de dag dat die uitkomt. Want ik denk dat ik wel doorga met CSGO video's. Dus check alles even. In de beschrijving staat trouwens ook nog een linkje naar Loot Crate. Dat is een soort van abonnementservice waardoor je elke maand super toffe gaming gear thuisgestuurd krijgt. Ik vind het zelf echt super tof. Mijn eerste Loot Crate komt volgende week als het goed is binnen. Daar zal ik ook nog een unboxing video over maken. Dus check het linkje even als het je wat lijkt. Je krijgt ook nog eens 5 euro korting via dat linkje. Dus check it out. En ik check jullie zo in ronde 4. Yo mensen, we zijn aangekomen in ronde 3. En ja, ik heb eigenlijk nog niet eens gezegd hoe deze serie gaat heten. Deze serie gaat trouwens heten Road to Global Elite. Ik weet het, ik ben nog maar een Gold Nova 1 en ik speel pas een week. Maar het begint steeds lekkerder te gaan. Global Elite gaan we misschien eens redden. Maar we gaan natuurlijk wel zo hoog mogelijk proberen te komen. En ja, in deze serie zal ik dus CSGO games die lekker gaan. Ja, aan jullie gaan proberen te commentaten, post-commentaten. Het is de eerste keer, dus best wel lastig voor mij ook. Want ja, post-commentaten is toch... Ja, vind ik zelf moeilijker dan live commentaten. Want als je live commentaten... Hier zie je trouwens mijn eerste kill. Fnatic Fam. Die schiet ik daar dood met mijn M4A4. In ieder geval, ik vind post-commentaten wel iets moeilijker. Omdat als je eenmaal in de game zit, hoor je natuurlijk ook de andere mensen praten. En dat is allemaal wat makkelijker. Dus ik zou ook live gameplays gaan doen. En uit livestreams bijvoorbeeld stukjes van gameplays gaan halen. Maar ik vind CSGO tot nu toe echt een hele leuke game om te spelen. Ik ben er nou dus zeg maar een weekje mee bezig. En ik heb er heel veel lol aan. En ik denk, waarom gaan we er niet gewoon video's over maken? Want ja, als je lol hebt in een game, is het natuurlijk 10 keer makkelijker om er video's over te maken. Zoals GTA vind ik ook super leuk om te doen. Maar ik doe het wel super veel. Dus niet denken van, oh my god, er komt nooit meer GTA op Joey's kanaal. Er komt zeker nog wel GTA op mijn kanaal. Maar het is wel zo dat ik meerdere dingen moet doen. Want als ik alleen maar GTA video's maak, is het voor mij minder leuk om video's te maken. Ik hoop dat jullie dat snappen. Morgen volgens mij gewoon een LSPDFR show. Zeg maar vandaag mijn LSPDFR voor mijn fix. Dan komt er morgen gewoon weer een LSPDFR video online. Anders een andere GTA video. Maak je daar niet te veel zorgen over. Maar we spelen dus een map genaamd Mirage. Daar spelen we een competitive potje op. En dit is eigenlijk het eerste potje dat het echt gaat omdraaien voor ons. De eerste drie rondes hebben we gewoon keihard verloren. Omdat ik zeg maar de hele tijd mijn team liet echoen. Geen wapens kopen. En zoals je kunt zien is dit de eerste ronde die we winnen. En mijn balance op dit moment is 4900. Dit is ook geen live opgenomen gameplay trouwens. Want anders hoorde je de mensen wel praten en hoorde je mij ook praten. In game. Ik heb zeg maar nadat ik deze game heb gespeeld, heb ik hem, ja, mijn microfoon stond te hard. Ik had hem in eerste instantie wel opgenomen, maar mijn microfoon stond op 100. Dus dan hoorde je echt alleen maar voice crack. Zeg maar, hoorde je mij... Zo ongeveer, dat hoorde je dan de hele tijd. Dus heb ik hem na die tijd in de GoTV opgenomen, dus Global Offensive TV. Dat is zeg maar waar je je games terug kunt kijken en ook om te kunnen zien zelf wat je zeg maar die game fout hebt gedaan. Dus dat is super makkelijk en super handig. Maar inmiddels zitten we al in ronde 4. Eerste ronde hebben we nu gewonnen. En de eco van de tegenstander kun je zien, die is best wel omlaag. Hè. Ze hebben niet de meeste spelen met handguns en met... Eentje heeft toch geforcebite, zie ik. Nou, dat is een beetje dom, want ze beter niet kunnen doen. Want daardoor hebben ze het potje waarschijnlijk ook verloren. En de volgende ronde zeg maar nog minder binnengekregen. Maar hier begon ik dus wel een beetje te carryen. Ik heb op dit moment volgens mij, als ik zo kijk... Kan ik het ergens zien? Nee, ik kan het nergens zien. Nou ja, het gaat dus lekker. Het gaat echt lekker. Oeh, die kill had ik niet. Ik dacht dat ik die kill ook had. Maar het gaat steeds lekkerder en lekkerder. En ja, ik zie jullie zo terug bij de volgende ronde. Want anders praat ik de hele tijd door de eigen gameplay in. En dat is natuurlijk ook best wel irritant. Ik moet nog een beetje een weg vinden. Geef me ook tips in de comments. Hoe jij wilt dat ik deze post-commentaries ga doen. Of ik post-commentaries moet blijven doen. En like het als je het leuk vindt. Want het is best wel lastig. Het is ook mijn eerste keer dat ik zo'n video maak. Dus niet direct te hard judgen. Don't judge me, okay? It's my first video. Deze guy schakel ik trouwens wel leuk uit. Want hij checkt wel de corner, zoals je nu kunt zien. X-ray staat aan. En toch net iets te laat, want iets verkeerd gecheckt, denk ik. Hij checkte waarschijnlijk alleen de linkerkant, zag mijn hoofd niet. En toen was hij dood. En toen waren we alweer in de volgende ronde. Als het goed is, ga ik in deze ronde een AWP kopen. Ik weet het niet zeker, though. Even kijken. Ja, ik koop in deze ronde een AWP.
Ik drop hem omdat hij lage monies heeft. En ik koop zelf eerst zelfs de verkeerde gun. Echt fucking dom. Ik koop eerst de SMG. Nou ja, die gun moet je alleen gebruiken als je supergoed bent in open. Dan is dat een optie. Maar zo goed ben ik zelf nog niet in open. Maar het lukt me wel om de game te gaan carryen. Ik ga hier op middel zitten nu. Op dit moment. En ja, ik ga kijken of er ook mensen mid komen. En als het goed is komen er ook twee mensen mid. In deze ronde. Of dat is in de volgende ronde. Het is gisteren dat ik het spel speelde natuurlijk. En ik neem het vandaag even op. Even kijken hoor. Kwamen er mensen mid? Volgens mij niet. Nee, er kwamen geen mensen mid. Oké. Misschien daar wel. Ja, volgens mij komen hier wel mensen. Ja, je ziet de XL. Dit is de eerste kill die ik maak met de AWP in deze ronde. Op zich vind ik het best wel leuk om terug te kijken zelf ook. Want ik heb zeg maar de video nu ook spelen linksonder, zodat ik alles kan timen. Zeg maar, als ik iets zeg dat het niet fucking raar overkomt bij jullie. Het zijn natuurlijk wel potjes van 40 minuten bijna. Dus even kijken hoor, maak ik nog meer kills? Even kijken. Volgens mij neem ik iemand heel mooi te grazen met een pistool ook in deze ronde. Die wil mij rushen. Ik zie een enemy naar CT gaan. Dat is wel het leuke ook aan het postcommentaten. Dat je, zeg maar, omdat ik het opgenomen heb in GoTV, kun je zeg maar ook zien waar alle enemies lopen. Deze man, die schakel ik uit. Even kijken, pak ik die man bij CT ook nog? Of ga ik kijken naar de bom? Want de bom is... Oh ja, ik check B nu even om te kijken of ze B gaan. Maar als het goed is, zoals je kunt zien op dat kleine mapje linksbovenin, is de bom op A bij Tetris. Zo, dat is de call-out. Zeg maar, je hebt die ster zo bij A. En dan heb je daarnaast heb je een paar blokken en dat noemen ze Tetris. Oké, hij schakelt iemand uit bij A. Heb ik dat door? Nee, want mijn teams callen niet. Oh ja, ik heb het wel door. Mijn team callt wel. Dan ga ik nu terug naar A. Om vervolgens, als het goed is, nog één iemand uit te schakelen deze ronde. Volgens mij schakel ik nog één iemand uit. Ik check nu eerst Palace. Daar zit niemand. Ik loop door. Gaat er wat gebeuren? Ik vind het zelf ook best wel spannend, weet je. Het is net of ik nu naar een match kijk die al gespeeld is. Ja, hij is al gespeeld, maar ja, ik weet niet zelf alles meer. Omdat ik deze match natuurlijk gistermorgen heb gespeeld. Oh ja, ik ga defusen. Mijn teammate wordt uitgeschakeld. En dan weet ik als het goed is nog die ene guy uitschakelen. Of mijn teammate wordt niet uitgeschakeld, maar ik word nu gerukt. Bam, en ik schakel hem uit. Wat natuurlijk super nice is voor hun eco. Nou, voor onze eco. Hun eco gaat hier alleen maar van omlaag. En als het goed is, moeten ze... Nee, ze hoeven geen... Ja, ze gaan force buyen. Dat kan ook wel, want ze kunnen full buyen. Maar het is in ieder geval wel goed. Want zoals je kunt zien, speelt nu eentje wel met een pistool. Die Fnatic Fem. Oh nee, hij koopt nu toch. Nou ja, maakt niet uit. Ze worden toch uitgeschakeld. Als het goed is, is dit de eerste ronde waardoor we nu 4-3 voor komen te liggen. En tot nu toe ga ik best wel lekker met me af. En je kon net ook zien hoeveel kills ik had. Oh ja, dat kun je daaronder zien. Ik heb op dit moment heb ik al... Even kijken... 6 kills. En 3 deaths. 6 kills, 3 deaths. Dus ik sta nu 6 om 3. En we zijn in ronde 6. Dus op zich wel lekker. Gaat lekker. Ik watch nu Palace. Kijken of ze aanrushen. Dat blijkt niet zo te zijn. Want je kunt dus zeg maar daaronder zien dat er 2 zitten underpass. Dat is zeg maar die gang die daaronder loopt. En eentje zit op mid. Achter de boxes. Dus ik wacht rustig af. Als het goed is gaan ze me nu rushen. Of ik ga eerst checken en dan rushen ze me. Dat is even de vraag nog. Of ik het overleef, dat gaan jullie zo zien natuurlijk. Maar we gaan het zien, we gaan het zien. Wat gaan zij doen? Wat gaat de enemy doen? De enemy schakelt iemand uit op short. Eentje van ons, zeg maar, die wordt uitgeschakeld op short. Ik check, mid. Ik zie iemand. Ik mis, maar hij wordt uitgeschakeld door een teammate. Ik zie dat er nog iemand op long zit. Als het goed is, krijg ik die dood. Ik hoop dat ik die dood krijg. Nee. Ik ga deze ronde dood, volgens mij. Volgens mij ga ik deze ronde dood. Met deze... Ja, ik ga denk ik deze ronde dood. Door die guy op long. Op mid. Achter de boxes. Volgens mij ga ik dood. Door hem. Maar ik weet het niet zeker meer. Ja, ik weet het alweer. Hier ga ik dood. Hij gooit dus zeg maar die flash. En ik hou links in de gaten. En hij komt rechts. En hij geeft me een headshot met zijn AK. Best wel jammer. Maar ik betaal het ze de volgende ronde in volledige terug. Dus laten we direct doorgaan naar de volgende ronde. Oké mensen, we zijn aangekomen bij de volgende ronde. Ik sta nu 6 om 4 in kills. En ik heb de AWP gekocht. Ik heb weer de AWP gekocht. Ik ga mid in de gaten houden. En mijn teammate, die kan ik nu zo 1, 2, 3 niet zien. Volgens mij zit eentje op A en 2 zitten nog op CT. Wauw. In ieder geval, dat is mijn tweede kill al. De eerste kill die pakte ik gelijk. Die tweede kill ook. En rende terug richting A, omdat ik geflasht werd daar zo. En ik dacht van, who get the hell out of here, because I don't want to die this round. We zijn al genoeg dood gegaan, dit potje. Ik sta nu 10 om 4, dus ik stond net 8 om 4, sorry. Ik zei 6 om 4, het is 8 om 4, stond ik net. Ik sta nu 10 om 4, ik heb 2 kills gemaakt. En er zijn nog 2 enemies alive. Dus ik check nu apartments.
om te kijken of ze teruggaan naar A. Want volgens mij stonden ze nog, in mijn gedachten stonden ze nog achter op T-spawn. Maar het blijkt volgens mij uiteindelijk dat ze deze ronde toch naar A gaan. Want dat kun je ook zien. De bom loopt nu in Palace. En er wordt nu een enemy doodgeschoten bij Steps, heet dat volgens mij daar zo. Volgens mij zijn dat Steps. In ieder geval, ik blijf B even nog in de gaten houden. En je kunt zien, ik heb de MVP deze ronde was ik voor de meeste doden. Ik had 2500 gekilled deze ronde. En de andere mensen hadden gewoon allemaal eentje als het goed is. Volgende ronde begint. En als het goed is ga ik weer naar mid. Zo uit mijn hoofd. Ga ik weer op mid zitten. En deze wordt best wel spannend volgens mij. Want ik word keihard gerust op mid volgens mij in deze ronde. En dan gaan jullie nu even kijken hoe ik dat dan oplos. Ik voel me best wel... Ja, deze ronde voelde ik me best wel pro. Ik ben totaal geen pro in Counter-Strike. Want er zijn mensen 10.000 keer beter dan ik zelf. Maar ik ging op zich best wel lekker. Ik bedoel, er zitten nu 3 mensen op mid. Eentje rent underpass zoals je kunt zien. Die rent vol op mijn raam af. En die gooit nu ook een grenade naar binnen. En een flashbang. Dus zoals je kunt zien, ik word volop gerusht. Ik schiet hier op een teammate omdat ik nog geflashed was. Dat zie je niet echt in GoTV. Maar ik, op mijn eigen scherm was ik toen op dat moment best nog wel wit. Ik check even snel Palace of daar nog iemand komt. Blijkt uiteindelijk niet zo te zijn. Rent terug naar het raam. En maak daar mijn eerste kill op mid. Infinity Weisk. Dat is volgens mij een Russische guy in ieder geval. Die voelt zich best wel zuur dat hij daar zo in het open stond. Er zit nu iemand bij Tetris zoals je kunt zien door de muur heen. En er komt ook iemand, er loopt iemand over mid. Nee, over apartments loopt naar B nu. Nou is de grote vraag, wat ga ik doen? In ieder geval A wordt op dit moment gepland. Dus ik snap niet wat die guy überhaupt bij B doet. Ik schakel hem als het goed is uit. Bam, dat was een kill. En ren nu richting de bom. We zijn nog op zoek naar de laatste guy. Maar mijn teammates hebben daar niet echt... Ja, die boeit dat niet echt zoveel dat er nog één iemand leeft volgens mij. Ik zie hem daar lopen. Ik heb het gevoel dat hij naar boven gaat. En boem. Bam, ook de laatste keer voor mij. Helaas kon ik de bom niet defusen, waardoor ik niet de MVP kreeg. Oh, ik krijg hem wel. MVP voor het belangrijkste. Voor de meeste doden natuurlijk, want het potje was al voorbij voordat de bom gedefused was. Dus ja, goede ronde. En ik heb nog steeds de op. Ik ben niet doodgaan. Ik ga nu in totaal 13-4. En ja, we zijn in ronde 8 aangekomen. Ronde 8. En volgens mij ga ik weer naar mid. En dan word ik in deze ronde word ik dan gerust. Zoals ik al zei, weet je, ik weet het ook niet meer helemaal precies. Want ja, bijna 2 dagen geleden zelfs dat ik deze game heb gespeeld. Dus heel hier en daar weet ik ook niet precies meer hoe het allemaal ging. In ieder geval, je ziet, zag net, en je kan het ook zien op de kleine minimap, dat er 3 richting B gaan. Maar de bom beslist toch richting A te gaan. En ik weet niet of het in deze ronde is. Nee, het is niet in deze ronde. Maar in ieder geval, als het goed is, krijg ik wel een kill op Palace. Als het goed is, krijg ik wel een kill op Palace. Maar hier word ik dus gerust. Ik word gerust in deze ronde. Boom, dat is kill nummer 1. Dan deze guy begint volop om mij te schieten. Maar ik schakel hem ook uit. De laatste guy staat er nog en die wordt uitgeschakeld door de teammate vanaf short als het goed is. Dan zijn er nu nog 2 mensen over en wij hebben zelf nog 5 mensen over. Ik ben wel flink gehit, flink getagged. Ik heb nog iets van 20 health over of zo, 25 health. En volgens mij maak ik in deze ronde ook nog een vette kill. Of ik word gekilled. Het is 1 van de 2. In ieder geval, ik kijk weg voor de flash. Mijn teammates gaan daarheen. We gooien allebei een grenade en hij, mijn teammate, krijgt helaas de kill met de grenade. Ik had gehoopt dat ik hem had gehad. Maar we hadden bijna hetzelfde idee. We gooien een granaat, want hij was low. En hij is uiteindelijk uitgeschakeld. Het staat nu 7-3, terwijl we de eerste 3 rondes helemaal kapot werden geschoten eigenlijk. En toch best wel goed teruggekomen zijn. En je kunt ook wel zien, ik heb 15 kills en de eerste onder mij heeft 8 kills. Dus ik carry deze game best wel. En ja, we gaan gewoon lekker door daarmee. Want ik ga weer naar mid. En nou weet ik niet of ik in deze ronde kills pak. Dat moeten we zelf ook even bekijken natuurlijk. Maar er gaan wel 3 mensen naar mid. En dat is kill nummer 1 door de muur heen. Als het goed is, piekt er nog iemand. There we go. Boom, die is ook dood. Dan staat er nog iemand achter boxes. Volgens mij krijg ik die niet te pakken. Nee, ik kijk weg, want ik hoorde de snipe. En ik dacht van, oh shit, I'm not planning on dying today. Dus ik ben even naar A gegaan. Ik wist dat ze op mid zijn. Ik heb ze ook gecallt als het goed is. Eén teammate wordt daar vermoord. Deze guy is getagd en die loopt heel langzaam. In de hoop dat niemand hem hoort. Maar ik schakel hem toch uit, dus dat is 3 kills. Dan staat de bom staat nog op mid. Ik ga even op B kijken of daar nog wat aan de hand is. En volgens mij zie ik daar ook iemand. Ja, je ziet hem al door de muur heen nu. Nou ja, ik zie hem net zijn hoofd over dat kleine stukje heen. Dus ik probeer hem dood te schieten, dat lukt niet. En ik heb al zo'n vermoeden dat hij door het raam gaat komen. Dus wat ik ga doen is, ik ga achter de counter zitten in kitchen.
En wacht gewoon rustig. En hij maakt een hele grote fout, want hij checkt zijn linkerhoek niet. Ja, hij gaat gewoon direct rechtdoor. Dus dat zijn nou 4 kills deze ronde. Krijg ik de ace? Dat is de grote vraag. Hij zit nu op short en hij wordt uitgeschakeld door de teammate. Dus daar baalde ik best wel hard van. Want had ik deze ronde 5 kills gehad, helaas maar 4 kills. Maar het gaat best lekker, want zoals je kunt zien ga ik nou 19 om 4. 19 om 4 mensen. En we zijn pas in ronde 11. Ronde 11, 19 om 4. 11 rondes gespeeld bedoel ik. We zijn nu in ronde 12. En als het goed is heb ik weer de open, ga ik weer naar mid. Ik speelde deze ronde echt een beetje de support guy die gewoon mid in de gaten hield. Alleen word ik hier volgens mij... Nee, ik word hier niet geblokt. Ik word wel geteamflashed, wat fucking irritant is. Ik weet niet of jullie ooit wel eens Counter-Strike hebben gespeeld en gaat teamflash zijn. Teamflash is dodelijk, mensen. Kijk uit met je granaten. Want het is echt niet handig. Je ziet iedereen trouwens van de terrorist site. Zie je de bom, die gaat via Palace. En de andere drie gaan allemaal via Straps. En eentje is al dood? Ja, eentje is al dood. Wauw, what the fuck. In ieder geval, ze lopen allemaal A te rushen. En als het goed is, wordt mijn palace wordt gesmoked. Ik check nog wel even B, want ik weet dat natuurlijk niet. Ik ben geen hacker of zo, maar ik kan het nou zien. Omdat we in GoTV kijken. Ja. Als het goed is, loop ik zo meteen terug naar... Als het goed is, loop ik zo meteen terug naar jungle, naar mid. Maar dat weet ik niet zeker. Ja, ik loop terug naar jungle. Mijn hele team staat op A. Dat is de reden ook dat ik even B ging checken. Want, ja. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat het hele team... op één bom staat. Alleen één guy staat op short trouwens. Eén guy staat op short, maar de rest van het team staat op A. Dat is gewoon niet de bedoeling. In ieder geval, er zijn nog 2 terroristen alive. En krijg ik een kill? Dat is de grote vraag. Ik zie dat er eentje zit in Palace in het hoekje. Wat gaat hij doen? Dat wist ik natuurlijk nog niet. Ik check gewoon of er iemand uit Palace komt, maar hij zit daar een beetje in het hoekje te campen. En eentje zit volgens mij op Tetris. Ja, Tetris. Die loopt nu... Nee, die blijft in het hoekje zitten op Tetris. Ik check wel Tetris. Maar volgens mij hoorde ik daar wat. Alleen hij blijft daar maar zitten. Volgens mij gaan ze niet heel veel doen. En volgens mij... Ik clutch deze game volgens mij niet. Maar ik krijg als het goed is nog maar 1 kill. Even kijken hoor. De vraag is natuurlijk wat gaat die guy doen. Het is ook spannend voor mij mensen. Het is ook spannend voor mij. 1 guy die komt nu heel zachtjes mijn kant op gelopen. Hij wordt uitgeschakeld door de teammates van mij als het goed is. Yep. En ik schakel hem uit. Boom. Dood. En ik... Volgens mij laat ik de bom... Defuse ik op 4 seconden of zo, maar de teammates al de hele tijd de vraag... Oh, mag ik alsjeblieft de bom defusen? Want je krijgt er natuurlijk wel veel geld voor. En dat is volgens mij low geld. Dus ik heb hem de bom laten defusen. Ook voor de XP's. En ja, op naar de volgende ronde, mensen. Op naar de volgende ronde. We zijn aangekomen bij ronde nummer 13. Zo, mijn hoofd. Ronde 13. En 12 rondes gespeeld. That's how it goes. En ik zit nu op 20 kills. 20 kills. Dus gaat behoorlijk lekker. En als het goed is krijg ik deze game er nog 14 kills bij. Dus uiteindelijk eindig ik met 34 kills of zo. Dus ja, ik was deze ronde wel top fragger. Zo mag ik mezelf wel noemen. En ik heb het team ook wel een beetje gecarried. Beetje hard gecarried eigenlijk. Want de guy onder mij had 19 kills of zo. Dus ja. Het is jammer dat je de chat niet kon zien, want de tegenstander liep ook de hele tijd te zeggen carry much, carry much. En ze noemden me een smurf, terwijl ik serieus pas 5 dagen speel. Ze dachten allemaal dat ik een of andere hoge guy was die een nieuw account had aangemaakt. Want dat gebeurt veel op CSGO. Mensen die nog flauw zijn van verliezen, die gaan dan een nieuw account aanmaken om op moeite te gingen. En dat noemen ze dan smurfs. In ieder geval, dit was echt een van mijn luckiest shots ever met de AWP. Ik schiet hem door de smoke heen. Ik denk, ik probeer het gewoon, want er zit sowieso vaak altijd wel iemand op Palace. En ik denk van, ja, weet je wat, ik probeer gewoon een keertje iemand te schieten. En met een beetje geluk schiet ik hem door de smoke. Hier komt een guy aan. Die schakel ik als het goed is uit met mijn handgun. Bam, hij heeft een AK. Ik heb een handgun, maar ik geef hem een flinke headshot. En op die manier is hij uiteindelijk doodgegaan. Daar is er nog een guy. Die schakel ik ook uit. En dat zijn volgens mij al 3 kills deze ronde. En mijn teammates hebben nog geen 1 kill gemaakt. Dan gaat daar een guy naar boven. Die kill ik ook. Dat zijn 4 kills deze ronde. En weer niet de ace volgens mij. Weer niet de ace helaas. Maar wel de defuse deze ronde. Dus alsnog steeds de belangrijkste speler. Ja, belangrijk speler en 80% van het enemy team uitgeschakeld. Dus bijna weer een ace. Helaas, net niet. Maar in ieder geval, was wel een chille ronde. Het was een chille ronde. Nou zijn we aangekomen in ronde 14. 13 rondes gespeeld, 10 gewonnen, 3 verloren. En deze ronde weet ik echt niet meer wat gebeurd is. Volgens mij niet heel veel. Volgens mij heb ik 1 kill deze ronde of zo. En ook ga ik dood. Bijna op dezelfde manier zoals net, volgens mij. Maar dat moeten we even bekijken. In ieder geval, mijn money is goed. Want ik heb iets van 16k nog. En ja, ik heb 16k. Dat is het hoogste wat je kan hebben. Omdat ik ja, eigenlijk bijna niet dood meer ben gegaan. Na de derde ronde ben ik 1 keertje dood gegaan of zo. Dus dan bouwt je money, je eco, bouwt best wel goed op. En
Ja, het team doet het ook verder goed. Gaat ook niet veel dood, dus dat is lekker. Oh ja, nou weet ik alweer wat hier gebeurt. Ze gaan de bom proberen te planten op B. Bom is down op B. Maar wat doe ik nog maar precies? Dat is de grote vraag. Dat is voor mij ook een vraag. Ik zit nu net zo te kijken waarschijnlijk als jullie. Ik dacht van, wat gaat hier nou gebeuren? De bom wordt in ieder geval gepland. Piek. En ik schiet hem dood. Maar op hetzelfde moment word ik ook door een Henu guy gekild. En dat weet ik alweer. Deze ronde werd ik dus getagd door een teammate. Wat best wel irritant is. Die wou voor mij eigenlijk gewoon dat spul, dat ijzer voor dat gat wegschieten op jungle. En zonder dat hij er echt door had, schoot hij mij eigenlijk volop door mijn lichaam. Waardoor ik al 24 health had. En dat is best wel kut. Dat is echt best wel kut. Maar ja, daar kon hij ook niet zoveel aan doen. Dus dat is jammer. Dat is gewoon jammer, maar ja, het is niet anders, mensen. Het is niet anders. In ieder geval, we gaan door. We zijn in de laatste ronde van deze ding. Ik heb weer een alt gekocht. En ik weet niet meer precies hoe goed ik het deze ronde deed. Volgens mij gebeurt er deze ronde niet heel veel meer. Twee mensen, als ik zo kijk, rushen naar B. Eentje wou mid gaan pieken, maar dacht van, nou, dat doe ik toch maar niet. Dus die gaat nu ook daar naar boven via... ik word geflasht. Ik mis hem. Ja, hier gaat het helemaal fout, mensen. Hier gaat het echt helemaal fout. Ik mis hem, mijn teammate wordt zwaar gedamaged. Ik kill nog iemand als het goed is op Palace. Eén ander iemand springt naar beneden. Ik piek weer. Er zit niks. En ik zoom uit en als het goed is zie ik nou mijn grootste angst tot waarheid komen. Ik probeer hem dood te schieten, dat lukt niet. Ik switch naar mijn pistol en dit keer heeft hij mij in plaats van ik hem. Vorige keer had ik hem, weet je wel, kan hij mij ook rushen met een AK. Toen gaf ik hem een headshot met mijn pistol. Deze ronde heeft hij mij helaas. In ieder geval, dit was de laatste ronde aan de kant van de... aan de kant van de counter-terrorist, als het goed is. Het staat trouwens 10-4. Waarom staat het 10-4? Ik weet niet. Ik heb niet lopen opletten. In ieder geval, als het goed is, gaan we de rust in met 11-4. Dus... Of gaan we de rust in met 10-5? Het kan allebei. We gaan de rust in met 10-5. Ik weet het weer. We kijken nu naar mijn lichaam. Ik weet het, maar hier... vormt het spektakel zich ook. Want deze guy komt er heel rustig aan over die terroristen. Terwijl onze teammate hier zo... links, rechts van ons in de hoek zit. Die wordt gekild en ja, we hebben verloren. Maar we gaan de rust in met 10-5. En er is nou een teamwissel, dus ik check jullie in de volgende ronde. Oh ja, en ik had al 26 kills na 15 rondes. Wat best wel goed is. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... Oké, ik heb hier een Tech 9 gekocht en ik vertel mijn team om B te gaan rushen als het goed is. Doe ik dat in deze ronde en we rennen dus ook allemaal volop naar B. We zien daar twee mensen van de counter-terrorist positie nemen op B, maar ons hele team is volop in de rush. Dus ik switch hier. Ik tag ze alle twee als het goed is. Ik tag ze alle twee, zoals je kunt zien. Heb ik ze alle twee getagd. Ze hebben alle twee low health. Eentje wordt uitgeschakeld door een teammate van mij. Daarna is die teammate die wordt uitgeschakeld. Ik rush erop af. Ik schakel die guy uit mijn bench. En zie ook nog eens iemand zitten in kitchen. Die tag ik. Op short zit ook iemand. Die wordt uitgeschakeld door de teammate. Ik ga kitchen in. Volgens mij ga ik dood. Ik ben er niet zeker. Dus even kijken. Want hij zit zeg maar achter mij als het goed is. Nee, hij zit niet achter mij. Hij is al dood. De laatste zit op... zit in apartments. Apartments heet dat. Dus ik wacht hem gewoon af. Ik schiet hem. Als het goed is. En hij wordt uitgeschakeld door Shrestha, een teammate van ons. En ik heb hem wel getagd volgens mij. Alleen echt voor heel low. In ieder geval, tweede ronde gaan we als het goed is weer naar B. Ik weet het niet zeker. In ieder geval, we moeten nog 5 rondes winnen om uiteindelijk de game te pakken. Dus ik heb de P90 gekocht. Ik heb gezegd, force buy, maar zij moeten wel eco doen. Maar P90 Rush hebben we zeker weten te ronden. Dus dat gaan we uiteindelijk ook doen. En we rushen weer B. En volgens mij doe ik deze ronde best goed. Ik schakel in ieder geval volgens mij 2 mensen uit. En we hebben op dit moment 26 kills. En 1 kill gemaakt in de tweede set. Dus in totaal 27 kills. Ik check. Ik schakel daar 1 iemand uit. Ik moet reloaden. Nou ja, dat hoeft niet. Maar dat is gewoon een of andere habit die ik heb. De tweede guy zit daar. Die wordt ook uitgeschakeld. En wij kunnen de bom rustig planten. Omdat de rest van het enemy team zit op de A-bom. Die wordt ook uitgeschakeld. De bom wordt nog gepland voor de extra monies. En we gaan door naar de... Even kijken hoeveel is de ronde. 17e, 18e ronde alweer.
de 18e ronde. En het is op zich best wel een goede game hoor. Als je 16-6 of 16-5 of 16-7 wint, dan heb je een goed potje gespeeld. En de meeste XP krijg je volgens mij als je 16-3 wint. Omdat je dan, zeg maar, dan kun je het snelste rank of zo, ik weet niet. Maar ja, ik ben ook nog maar een gold over 1. Dus af en toe moet je me ook correcten als ik iets verkeerd zeg. Maar ik had gehoord in ieder geval dat als je een competitive game met 16-3 wint, dat je dan het snelste van rank naar rank gaat. Dus van zilver 1 naar zilver 2, van zilver 2 naar zilver 3 en ga zo maar door. In ieder geval, ik neem hier, of ik smoke hier de bom en word volop uitgeschakeld omdat ik mijn hoekje niet check. En dat is echt nog een fout, omdat ik nog niet zo lang speel. Ik ben van Call of Duty gewend, Russian Spray, maar je moet echt wel je hoekjes checken en voorzichtig gaan spelen bij Counter-Strike. Dus dat was echt een domme fout van mij. Geef ik uiteindelijk ook gewoon toe. Een domme fout. Maar het leven gaat door en we hebben de bom geplant. En als het goed is, winnen we deze ronde gewoon. Maar wij zien dat in de volgende ronde. Oké, het staat 13-5 mensen. We hebben de ronde gewoon gewonnen. En we gaan nu de 19e speelronde in. Ofwel, even kijken hoor. 13-5, ja. De 19e speelronde in ieder geval. Ik heb weer een op. En ik word als het goed is nu gerust door iemand. Ik weet niet of het me lukt om hem uit te schakelen. Ik zie hem in ieder geval voorbij rennen. Hij heeft mij niet gezien. Ik richt. En op het moment dat ik schiet, gaat hij net naar rechts. Dat was het. Dus ik word als het goed is volop gekilld nu. Ik check nog of ik hem kan zien. Hij springt de box dus op. Wat ik eigenlijk niet had verwacht. Ik had verwacht dat hij over links of rechts kwam. En wordt hierdoor uitgeschakeld. Best wel een korte ronde voor mij. Maar als het goed is, winnen we deze ronde wel gewoon. En we hebben op dit moment 28 kills. 28 kills. Dus er moet nog heel wat spectaculairs gebeuren. Wil ik hier weggaan met 34 kills of 33. In ieder geval zoiets had ik op dit potje. Dus laten we direct doorgaan naar de volgende ronde. Het potje was best snel voorbij. De counter-terrorists hebben weer een ronde gepakt. En mijn eco is op dit moment niet echt heel hoog. Dus ik moest deze ronde met een pistool gaan spelen. Maar ik word door mijn teammate naar elkaar gedropt, waar ik natuurlijk super blij mee ben. In ieder geval, ik zit nu even te kloten met GOTV, omdat het natuurlijk de eerste keer is dat ik GOTV echt gebruik. En ja, ik zat hier een beetje te kijken, zo van, oké, je kan dus ook in third person dit doen. Hey, dit is wel leuk voor een thumbnail, dacht ik. En toen kwam het in een gunfight. Ik schakel hem uit en dat is dan mijn volgende kill. Ik ging nog even buitenom. En het gaat behoorlijk goed eigenlijk, voor mij. Voor mijn doen nu. We hebben in totaal nu 29 kills en we zijn in het totaal 8 keer doodgegaan. Dus 29 om 8 is niet echt heel verkeerd. Ik moet al ondersteeds kijken van de eerste helft en de tweede helft. Best wel lastig, oké. Okay? Maar ik zie daar iemand op ster zitten en ik word gesniped, wat best wel jammer is. Mijn terrorist kant is iets slechter. Ik ben veel sterker op de counter-terrorist kant, zoals je misschien ook al hebt gezien. Ik ben meer een defender dan een aanvaller. Maar in ieder geval, op zich ging het best lekker. We hebben de bom down gekregen en als het goed is winnen we deze ronde ook gewoon. En gaan we door met 14-6 volgens mij. Dus laten we dat zo even checken. Duurt niet heel lang meer volgens mij. Er is nog één counter-terrorist online. Of online? Alive. Alive, Joey. Niet online. Alive. In ieder geval, schakel hem uit alsjeblieft. Dan kunnen we door naar de volgende ronde. Of laten we de bom oploffen. Volgens mij zeg ik tegen hem dat hij time moet playen. Omdat ze niet echt een super goede aim hadden. Dus ik zei play time, play time, play time. Oftewel, wacht tot de bom oploft en ga niet het gevecht aan, want dan gebeurt dit. Dan ga je dood. In ieder geval, de bom ontploft. En het is tijd voor de volgende ronde. En voor een ronde zit altijd een soort van countdown. Voor de mensen die het weten, die kan het straks spelen. Je moet eerst altijd 12 seconden wachten voordat de ronde echt daadwerkelijk begint. Of 15 seconden zelfs. En als die seconden voorbij zijn, dan begint de ronde. En mijn eco is volgens mij iets hoger. Ik weet niet of ik deze ronde een op koop of niet. Of vraag ik om een drop? Nee, ik koop een AK. Mijn mooie frontside Misty. Ik weet niet of de mensen ook opgelet hebben, maar dit is de knife die ik heb geboxt op een internetwebsite. Je kunt zeg maar cases openen via Counter-Strike zelf. Maar je hebt ook verschillende websites waar je dat kunt doen. En ik ben nu in contact met een van de websites. Dus hopelijk binnenkort kan ik ook case openings gaan doen op YouTube. Gewoon via hun. En dan kunnen jullie dit gaan zien. In ieder geval, ja, Gaben wil graag altijd gewoon hun eigen pakketjes gewoon houden. En die geeft je altijd bullshit. Dus als je dan 80 euro aan case opent op Counter-Strike zelf, krijg je vaak, is de kans dat je een knife krijgt echt minimaal. Ik heb serieus voor 30 euro aan case geopend op zo'n website. En ik heb in totaal 2 knives gehad. 1 knife verkocht. En nog eens een keer voor 100 euro case geopend daar. Niet van mijn eigen 100 euro, maar van die knife die ik verkocht heb aan de site zelf. Want je kunt zeg maar ook de skin die je pack verkopen. En ik heb echt gewoon een hele inventory vol, nu op Counter-Strike voor 30 euro. Dus, ik weet niet. Weet je, het zijn websites, het zijn bedrijven, ze zijn gemaakt om winst te maken. Maar als je geluk hebt op zo'n website, sowieso 100% zeker weten dat je betere shit eruit krijgt dan Counter-Strike zelf. Dus je kunt zeg maar ook kiezen of je opent 3 crates op Counter-Strike voor 6 euro, weet je. En de kans dat je dan een rode krijgt
is echt nihil. Of je opent voor 6 euro een crate op zo'n website en je hebt zeker weten iets roods, weet je. In plaats van 3 blauwe dingen. Dus, weet je, ik vind websites... Ja, ze zijn gemaakt voor winst. Daar moet je altijd in je achterhoofd mee zitten. Dus de kans dat je winst maakt is niet zo heel groot. Want ja, het is net zoals een casino. En net zoals Gaben op Counter-Strike. Het is altijd gemaakt om winst te maken. Maar de kans dat je wat beters krijgt, zoals je ook kunt zien. Ik heb een dikke knife van 120 euro in mijn hand. Of 90 euro kost dat volgens mij. Ik heb winst gemaakt, weet je. Dus ik vind het alleen maar super tof. In ieder geval, ik ben nog niet gesponsord of zo. Dus ik word niet betaald om dat te zeggen nu. Ik maak nog een kill hier zo. Alleen, ik word niet betaald om dat te zeggen nu natuurlijk. Maar, dat is mijn eigen mening gewoon. Heel veel mensen vinden het ook bullshit, die websites. Maar die mensen die dat zeggen, hebben waarschijnlijk nooit die shields gepakt. Of zo, ik weet niet wat het is. Maar in ieder geval, we gaan nog verder. We zitten in de 15e ronde. Ik zit nu op jungle te vuren en ik word uitgeschakeld door een sniper. Maar dit is als het goed is wel de laatste ronde. Ik weet het trouwens niet helemaal zeker. Verliezen we deze ronde nou? We verliezen deze ronde toch niet? Wordt het uiteindelijk 16-7 of 16-6? Ik weet het niet meer, mensen. Ik weet het echt niet meer. Ik ben ik hoor een defuse. Oh, ik hoor een plant. Winnen we deze ronde of verliezen we deze ronde? Ik weet het zelf echt niet meer. Dat is heel erg. Ik kan me niet meer herinneren wat de eindscore was. Ik kan wel even kijken naar mijn kills. Kijk hoor, 4, 32. Het kan best wel zijn dat we dit winnen hoor. Dat ik uiteindelijk 32 kills had in plaats van 34. Ja, we winnen. En ik eindig met een score van 32 kills en 10 deaths. Bah, dat vind ik zelf best wel goed. Daarom, dit is ook mijn eerste game in de serie Road to... Oh my god, ik ben de naam kwijt. Road to Global Elite. Zoals je kunt zien, ik ben nu nog maar een gold over 1. En ik heb in totaal 41 games van de 50 gewonnen of zo. Van de 55, zoiets. Zoveel games heb ik al gespeeld. Dus ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je hem vet? Vergeet dan niet even te liken. Vergeet niet even te abonneren. En dan check jullie allemaal bij de volgende video. Iedereen bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Laters.